Vrienden, let op wie er in beeld komt, vrienden, let op. Oh, met een mooi mondkapje voor zich. Dat ziet er goed uit. Guus, een klein beetje meer naar het midden. Kan je iets naar het midden schuiven nog? Zo ja, kijk. Met een mondkapje voor. Ga je hem afdoen wel? Niet? Oh, we gaan nou niks zeggen. Gebarentaal, hè? Ja, nou ja, goed. Hé, hey, misschien kun je nog aan het werk. Kijk, hier. Goed hoor. Harry. Hallo, man. Goedemiddag. Waar was je? We probeerden jou al een uur te bereiken, maar je hebt een beetje verdette gedrag gekregen, hè? Ja, dat wel. Ja, dat wel. Komt dat? Blijf je wel keurig in het midden zitten? Goed zo, Guus. Ja, lijf hem maar af. En je ziet er goed uit, man. Dankjewel. Dankjewel. Ja, echt waar. Ik moet kijken, waar kan ik jou vinden? Was het over... Ja, dat kan je ook kijken, ja. Ziet er leuk uit, Harry? Kijk, vrienden, daar zit hij, hoor. Ik zie dit. De coach zelf. Harry, hoe is die? Hoe oud ben je nu, Guus? Hoe oud ben je nou? 74, vriend. 74? Ja, man. Welke landen heb je allemaal niet getraind, man, in jouw carrière? Nou, ik kan ze bijna niet eens maar opnoemen, man. Van Korea, Zuid-Korea, tot Turkije, tot Rusland, tot wat nog meer? Nederland toch ook, of niet? Oh, je... Ja. Ai, ai, ai. Ja, dat wist je niet meer, hè? Was je vergeten, hè? Was ik even vergeten. Oh, 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 oh. Ja. Nederland. En welk land nog meer? Vergis ik. Australië? Australië. Ik weet niet of je Rusland al genoemd hebt, ja. Ja, die had ik genoemd. Nee, dat zijn ze eigenlijk wel. Dat zijn ze ook. Ja. Ja. En nu Curaçao. Maar ja, dat is dus dan toch een ander niveau. Kun je daarmee overweg? Vind je dat vervelend? Vind je dat niet vervelend? Vind je dat nee. Ik vind het heerlijk. Ik was al een beetje teruggetrokken. Ik zat dan wel een beetje af en toe bij een of twee clubjes. Ging ik nog eens even kijken. Ja. Totdat Curaçao kwam. En zei, zou je technisch directeur willen worden? Zou je wat kunnen betekenen voor ons? Om de zaak nog meer te professionaliseren. Maar er zijn best aardige spelers bij. Die ook in niet zeg maar top eredivisie spelen. Maar toch onder de eredivisie. Of ook goed in de... hoe heet dat ook alweer? De Jupiler Keukendivisie. Ja, noem maar een naam. Keukenkampioendivisie heet dat. Hoe? Keukenkampioendivisie. Ja, dat weet ik, maar dat verandert. De Eredivisie blijft altijd Eredivisie. Maar goed, kom op, Guus. Dat is een ander thema. Keukendivisie, die Keukenkampioendivisie. Ja, maar dat is ook Jupiler League, was dat toch? Ja, vroeger ja, maar jezus, man. Oké, nee, maar... Dat was ook in de tijd van koningin Juliana, man. Ja. Maar daarmee wil ik zeggen dat daar ook jongens in spelen. En die zijn van waarde ook voor Curaçao natuurlijk. Twee dingen wil ik van jou weten over het Nederlandse voetbal. En dat is... A, wat zou jij doen met de affaire Ihattare? Wat zou jij daar... Wat zou jij nou doen als jij het daar nou voor het zeggen had? Ja, het is natuurlijk langzamerhand bemoeit iedereen zich ermee. Dus waarom zou jij en ik er niet mee moeten bemoeien, Harry? Nou, jawel. Want iedereen heeft het erover. Dat klopt. Dus je moet het eigenlijk een beetje wegspelen. En aan de andere kant, deze jongen. Elke voetballer en jeugdige voetbal ontwikkelt zich anders. De een komt wat later. Nou, in principe hebben ze allemaal recht om een beetje gek te doen in de ontwikkeling. Alleen, je moet ze wel proberen... Ja, ook een route aan te geven waar ze zelf van overtuigd zijn. Ja. En ik ken de jongen, ik heb hem een paar keer gesproken, maar dat is alweer eventjes geleden. Maar het zou zonde zijn als we zo'n jongen overboord gooien. Je moet zorgen dat hij aan de gang komt. Je moet zorgen dat hij aan de gang komt. En, maar hoe, Guus, hou je hem dan aan boord? Ja, door hem toch wel redelijk veel te laten spelen. Want het is natuurlijk een talent. En het talent moet er langzaamaan af. Dus hij mag ook wel het rendement gaan tonen. Dat wil trainers graag zien. Maar je moet wel rekening houden dat deze jongens nog wel eens een paar keer mogen struikelen. Zeker in de Nederlandse competitie. Moeten toch minuten maken. Dat vind ik wel belangrijk. Maar zij moeten ook leren om naar de groep toe. Niet als eenling, als nu al te vroege verdette te gaan gedragen. Ik zeg niet dat hij dat is.
Maar ze moeten. Maar ja. Het heeft het er wel. Het werkt naar twee kanten. Het werkt naar twee kanten. Ja, oké. Okay. Tweede vraag. Maar niet, niet te gauw laten vallen, zulke jongens. Niet te snel laten vallen. Nee. Nee. De een wordt de een is volwassen met 20, 21 en andere. Hoe oud ben jij, Harry? Ik weet dat ik, Guus, mijn eerste verstandige opmerking heb gemaakt toen ik 40 was. Ja, en nu ben je? Nu ben ik ook iets in de 70, 71 bijna. Ja, dat is misschien je tweede verstandige reflectie. Ja, precies. Precies, dus. Nee, we moeten niet te snel oordelen, wil je alleen maar. Juist. Rustig aan. Ja. Spelen, laat spelen. Tweede vraag die ik heb is, waar ook iedereen het over heeft, Donny van der Beek. Wat moeten we daar nou mee dan? Alsof wij daar gewoon beslissen, dat is leuk die vraag. Moeten wij, Nederland, wat moeten wij met Donny van der Beek? Nou, wat moeten wij met Donny van der Beek? Is Donny van der Beek zelf daar verantwoordelijk voor? Ja. Die zit niet in een fijne situatie dit seizoen. Nee. Maar het is een beetje vergelijkbaar met wat ooit Memphis ook bij Memphis Depay ook overkwam bij Manchester United. Ja. Ja, dat toch die competities, wat ik net zei, veel intenser zijn. Dat is voor Nederland heel moeilijk om meteen volop mee te draaien. Er zijn er maar een paar die dat in het verleden gedaan hebben in Engeland. Er is Bergkamp geweest, Van Nistelrooy geweest, ik vergeet er één of twee. Maar die kwamen ook al als grotere jongens binnen dan de jongens die nu daarheen gaan. En je ziet het ook bijvoorbeeld, niet dat ik om Van Beek heen wil, maar bij Ziyech ook. Die heeft ook eerst een halfjaartje minimaal nodig om aan de intensiteit van wedstrijden, maar ook van trainingen. Want er wordt ook intens getraind. Ja. Om je klaar te maken, om totaal ook in je kop te hebben dat je intensief met de wedstrijden en training bezig moet gaan. Nou, die komt nu een klein beetje bovendrijven, maar dat heeft ook een half jaar geduurd. En dan zie je eerst blessuretjes links en rechts. Nu komt die bovendrijven. Dat proces moeten vele Nederlandse spelers door. Dus dat is ook het verschil in de Nederlandse competitie en in dit geval de Engelse competitie. Wat moet hij nu? Ja, dat is aan hem. Hij wil die veel spelen. Dan zal hij met zijn zaakwaarnemers zal die na moeten denken van, wil ik bij deze grote club blijven en kijken nog een tweede poging wagen, een nieuwe seizoen? Of zeg ik van, nee, het is misschien niet zo hoog gegrepen. Ik moet kijken waar ik elders kan, waar die beter uit de verf zal komen. Ja. Ja. Nou, jij gaat met Curaçao, ga je... Ja. Je gaat je eerste wedstrijd spelen, donderdag. Wij spelen donderdag tegen Saint Vincent en de Grenadines. Juist. En dan gaan we naar Guatemala. Ja. Want daar spelen we tegen Cuba. Oh, in Guatemala. Ja. In Guatemala, want Cuba speelt ook op Guatemala 3 dagen voor ons. Oké. Okay. Tegen Guatemala en die blijven daar en dan komen wij te spelen tegen hen op zondag. Zo. Ja, daar moeten we dat tegen. Tegen... De oude Fidel-jongens, de Fidel-jongens. Ja. En trouwens, en nog even wat. Ja. Jullie gaan in een lockdown, hè? Zag ik in de krant. Ja, zeker. Zeker, nu gaan wij, we blijven lekker... We mogen helemaal niks meer daar. Jawel, we mogen trainen. We gaan lekker duidelijk naar het veld en we mogen trainen. We mogen de wedstrijd spelen, maar voor de rest zitten we in een prima omgeving. Dus het raakt ons in die zin niet. En het is voor de jongens misschien wel goed ook. Want dan hebben ze ook geen neiging om uit te gaan s'avonds. Oké, nou. Dat ik ze lekker binnenhouden. We houden ze lekker binnen. Hoef ik niet met een jachtgeweer rond. FIFA de lockdown. Zie je? Ja, dat wist ik wel. Ja. Ja. Daar is de trainer blij mee. Ja. Hey Guus. Nee jongen, dankjewel. Super om je weer te zien. Ja,